staan hier met een fantastische groep dansers. Wij hebben ze net vanuit de coulissen even mogen zien. Het was al heel indrukwekkend. Laat staan vanuit de zaal. Eerst even de choreografe, de leidster van de groep. Hallo, hoe heet jij? Hallo, mijn naam is Dorotja Kish. En de groep is ook naar jou vernoemd, hè? Ja, de Kish Moves Fusion Dance Theater. Maar Kish, niet Kiss. Dus geen kus. Geen kusmoves zijn het, nee. De hele groep heeft ook aan een commercieel tv-programma Everybody Dance nou meegedaan. En Holland's Got Talent. En Holland's Got Talent. Dus we kunnen ze daarvan kennen. Prachtig indrukwekkend gedanst ook. Brengt dat nou nog iets nieuws als je aan zo'n programma meedoet? Of wat is het doel om aan zo'n programma mee te doen? Het doel was voor ons dat we meer mensen wilden bereiken met wat wij zeggen. Want tegenwoordig is er gewoon een schaars aantal mensen dat de theaters bezoekt. En zij heeft het altijd erg moeilijk gehad als de Kish Moves om subsidies te krijgen. En op een gegeven moment had zij zoiets van, wat wij maken, dat moeten meer mensen zien. En niet alleen maar de mensen die naar de theaters krijgen. En hoeveel kijkers hadden we? 2 miljoen? Ja, meer dan. Meer dan 2 miljoen mensen hebben ons toen gezien. En wij hopen die 2 miljoen mensen nu terug te zien in de theaters. Als wij een bereik van 2 miljoen mensen hebben, dan zijn wij ook heel tevreden. Maar so far so good dus. Jullie bestaan 10 jaar nu? Ja, dat is een onwijs grote... Ik word zo emotioneel daarvan. Maar ik heb net tegen Danny gezegd, wij zijn de enige Fusion Dance Theater in Nederland. En ook, ik moet hierbij zeggen, ik ben onwijs trots dat wij de allereerste danstheater zijn geweest die officieel met een commercieel programma mee heeft gedaan. En precies voor het doel wat Marianna heeft verteld. Want wellicht hebben we 74 shows verkocht door het hele land, maar wij krijgen nog steeds geen subsidie. Dus wij moeten gewoon overleven en het is fusion, dus je valt altijd tussen wal en schip. Dat zeg je zo. En wij zijn of niet commercieel genoeg of niet artistiek genoeg. Maar voor het publiek zijn we net perfect genoeg. Want wij trekken onwijs veel publiek van 8 tot 108. En dat is voor ons de meest waardevolle iets wat wij kunnen doen. Dus kom kijken.